Moeders, vaders, directeuren, bankiers, vandaag zou ik u graag willen aanspreken met geachte voormalig kinderen. Voor u ben ik nog maar een kind, een 16-jarig meisje die nog nauwelijks het echte leven heeft geproefd. Maar ik, ik heb nog iets in mij wat u in uw drukke leven verloren bent. Ik noem het ontwetendheid, naïviteit, noem het simpelheid. Laten we even teruggaan in de tijd. Honderd jaar geleden, de Eerste Wereldoorlog. Geweld, ruzie en oorlog. Van Afrika tot het Midden-Oosten. Van Europa tot Azië. U, de volwassenen. En ook wij, de jongeren, onderwezen in geschiedenis, zien de Triple Entente, de Bolsjewieken, en de moord op Frans Ferdinand. Daarentegen, wat zien kinderen? Mama, deze meneer heeft ruzie met die andere meneer. Maar waarom doen ze elkaar dan zo'n pijn? Ze kunnen erover praten, toch? Toch, mama? Het leven bekijken door de ogen van een kind. Moeilijke theorieën en gedachten achter ons laten. En even, al is het maar heel even, te denken als een kind. Een kind heeft nog de grondslagen van het leven in zich. Het streeft naar liefde en geluk. Niet naar geld, macht of aanzien. Laten we eerlijk zijn. Heeft dat ons zoveel goeds gebracht? De hoeveelheid nullen? Achter een getal op je bankrekening, je in een positie boven een ander begeven. Is dat waar het leven om gaat? Of gaat het om hele andere dingen? De glimlach op het gezicht van iemand anders toveren. Al is het door het mislukken van je eerste stapjes of je eerste woordjes. En ook u, u kan als volwassene aan de grondslagen van het leven werken. Zie bijvoorbeeld de NAVO en de VN. Beide streven ze naar grondslagen van het leven. Vrede en veiligheid. Al is het hier niet de veiligheid van de omarming van je vader, maar het principe blijft hetzelfde. Ook voor ons, voor de jongeren, waarvan één ieder aan zijn weg naar het volwassenschap timmert. En ik wil aan jullie vragen: eenmaal aan het eind van die weg, eenmaal als je volwassen bent, wil je dan alsjeblieft niet de grondslagen van het leven vergeten: liefde, geluk, veiligheid? Wij mensen wij verschillen. Wij verschillen in religie, in taal en cultuur en nog zoveel meer. Maar laten we teruggaan naar het moment dat we het minst met elkaar verschilden. Toen we kind waren. Ontdoe uzelf even van uw stropdas. Zet uw zware koffer met notulen even neer. En luister. Luister naar dit 16-jarige meisje die de grondslagen van het leven nog in zich heeft. Dank u wel.